We staan weer voor een grote test als het om maatschappelijke binding en eenheid gaat. Hoe moeten we met het gif van haat, achterdocht en angst omgaan die het gevolg zijn van geweld, van fanatici en terreur? Want dat is gif. U ziet het al, met de beste bedoelingen worden moslims opgeroepen afstand te nemen van het geweld dat in naam van de islam wordt bedreven. Het is bedoeld als geruststelling, maar bevestigt wat wordt ontkend. Want door van moslims te verwachten dat ze zich collectief en individueel van de terreur in Syrië en Irak distancieren, verdenken we ze impliciet ervan dat ze ook zo zijn.